Ja, welkom op een nieuwe kutleven. Mijn kanaalnaam, die is best wel kut, want mijn kanaalnaam is www.youtube.com/channel/UCXC_DZNUQD-GCUTQBASRMA. Nou, lekker catchy. Bas zit er in ieder geval in. Allemaal subscribers dus. Weet je, Thomas die heeft gewoon echt... Hoeveel abonnees heb je? 200.000. 200.000. Ik heb... 47 abonnees. En ik hou van jullie, mijn 47 abonnees. Jullie zijn ook mijn abonnees, dus ik hou ook van jullie. Dus ik ben heel dankbaar. Dus ik heb 3 van mijn abonnees, dus ik ken eigenlijk bijna allemaal abonnees. Dat is het voordeel van weinig abonnees hebben, dat je al je abonnees gewoon kent persoonlijk. Leg mij eens uit, je hebt gisteren een nieuwe vlog gemaakt, en dan? Nou, wat ik vooral doe, ik zorg dat in mijn vlogs andere invloedrijke vloggers en YouTubers zitten. En dat helpt heel erg. Ik heb het getweet, ik heb het 2 keer getweet, maar ik heb mijn hele Twitter tijdlijn staat vol met tweets van video's die ik leuk vind. Ja, dat... Omdat ik jullie video's ook leuk vind. Dus dan wordt het op een gegeven moment een soort overkill aan tweets van YouTube filmpjes. Ja, maar ik doe het alleen maar vanuit YouTube love. Exclusieve content. Kut, maar zo exclusief is het niet. Het is gewoon mijn leven wat ik vlog. Mijn kutleven. Nou, jij bent de enige met dit leven, is pittig exclusief. Wow. Heftig. Ja, maar het moet een beetje gaan rollen, maar je moet aan alles gedacht hebben. Twitter, Facebook, Instagram, overal post je de link naar je video. Zo doe ik het. En ik heb 950 abonnees. Nou, hey. En die ken ik niet allemaal, hè. Hier hangt... de Messiah! En dat hebben mijn followers, mijn subscribers. Dat is niet beleefd, hè. Dat doe je niet in je vlog, Bas. Mag je niet boeren in je vlog? Nee, dat, gast, kom op. Dat is gewoon beleefd. Je boert letterlijk in iemands gezicht nu net, hè? Indirect. Ja. In al die mensen, al die abonnees, ja, die je allemaal persoonlijk kent en houdt. Vlogception. Als je meer boeren... Kijk, Geer en Gor, die boeren ook de hele tijd laten scheten. Wil je even vergeleken worden met Geer en Gor? Ja. Ik wil... Die staat in de video. Oh, ik hoor iets. Ik hoor iets. Yes. Wanneer komt jouw vlog online? Over een paar dagen. Fuck, ik moet dus wachten. Ik moet wachten met dit... Dit moet niet een soort van Inception ding worden. Het voelt nu al als Back to the Future. Dat wij in elkaars vlog zitten, maar dat moet dan precies tegelijk. Anders komt er een soort rimpel effect in de time continuum. Space time continuum. 1.21 gigawatts. Ik ben helemaal gek van Back to the Future. En ik heb hier ook tatoeages van Mario. Maar dit is best wel weird dat wij nu in elkaars vlog... Hetzelfde doen, ja. Ja. Het lijkt ook een soort scheerapparaat, zo'n vlogcamera. Goed, nou, dit was weer een inkijkje in mijn kutleven. Dit kan eigenlijk redelijk ongemonteerd online, want het is gewoon 6 minuten. Maar kijk, jij kan altijd zeggen, en nu even terug naar Darcy. Dat kan ik niet zeggen, als ik het nu zeg, gebeurt er niet. Kijk, en kijken we nu even hoe het is met Darcy. Nee, we zijn er nog steeds. Ik ben er dan nog steeds. Nee, je mag het wel hier doen, in mijn vlog. Ja. Oh ja, ik doe het even in dat vlog. Maar dan zijn jullie de live gedagen van dat ik het hier doe. Maar dan zie je dus in de vlog van Stellig dat het daar doorgaat. Maar dan zie je hier wat er echt gebeurt hier. Ja, precies. Dat is een interessante behind the scenes. En dan kijken we nu even hoe het is met Darcy. Zie je? En dan zo, bij Thomas zijn we dan weg. En ik ben dan gewoon hier. En Thomas zit hier gewoon nog. Dus je denkt dat Thomas dan... Verdwijnt. Maar eigenlijk is hij hier nog gewoon weird. Eigenlijk heb ik alleen de camera uitgezet. Dus dat is het geheim. Ja. Fuck, welcome in the world of vlogging. It's amazing. Ik wens jullie nog een hele fijne avond, middag of ochtend. Vergeet niet te subscriben en te abonneren op mijn Twitter en mijn Instagram account. Dat staat allemaal hieronder. En vergeet ook vooral niet te zeggen wat je zou willen zien. En een like, en een goede like. Een duimpje omhoog. Oh ja, en een blauw duimpje omhoog. En geen dislike. Want als je dislike doet, ik kan ook de eerste YouTuber met heel veel dislikes. Of verdien ik dan minder YouTube money met dislikes? Nee, likes en dislikes zijn praktisch gezien hetzelfde. Nou, je mag ook disliken. Fuck it, I don't give a shit. Als je maar iets laat, maar je moet in ieder geval abonneren, want dan heb ik een YouTube kanaal naam. En een comment. Comment? Waarom is een comment belangrijk? Nou, je wilt toch weten wat ze ervan vonden, of niet? Maar dan doen ze toch als ze een duimpje laten zien? Ja, zegt ze, oh, ik vind het leuk. Wat vond je leuk? Ja. Gooi een comment. Wat vond je leuk aan deze video? Op de fucking seconde wil ik het weten!
Tijdcode erbij. Kan je ook doen in YouTube. Kan je ook erbij zetten. Dit vond ik een leuk stukje, dit minder leuk stukje. Knip dat er even uit en maak dan een nieuwe versie van deze vlog. Maar dat is nog nooit gebeurd. Dat jullie zeg maar kunnen zeggen van, hey, een leuke vlog. Maar als je dat stukje wat korter doet en daar een gek muziekje, dan vind ik een leuke vlog en dan abonneer ik. Dat doe ik dan en dan krijg je twee keer dezelfde vlog, maar op een andere manier gemonteerd. Haha, ik ben de eerste op de wereld die dat doet. Ik bedoel, ik hou van jullie, lieve subscribers, followers, mensen. Jullie zijn in mijn hart, voor eeuwig. En ik heb een vos op mijn shirt.